Mijn naam is Ben Vinke en als biersommelier ga ik in de voetsporen van de grote Michael Jackson Belgische brouwerijen bezoeken, met de brouwers gezellig samenzitten en hun speciale bieren proeven en beschrijven. Een ernstige job. De twee-sterrenchef Jan Buitaert zoekt bij elk bier een passend gerecht volgens de nieuwe trend van beer en food pairing. Proost! Vandaag ben ik in de stad van Eddy Wally, maar in het Oost-Vlaamse Erfvelde staat er ook een brouwerij. De familie van Steenbergen is nu in haar achtste generatie en we ontmoeten er Theresa en Jeff Verzeelen. En er wordt zowel nog pils als vooral hoge gisting gebrouwen. Hier in onze brouwerij, onze specialiteit, of wij proberen ons vooral toe te leggen op bieren van hoge gisting. Hoge gisting brouwzaal, maar ook hoge gisting nagisting op de fles en op het vat. Ja, als we dan tot het bier van de week komen, de Augustijn, dan is er wel iets heel speciaals. Er zouden hier ook nog wilde gisten rondhangen die het bier... Inderdaad. Augustijn, gelukkig dat jij het aanhaalt. Augustijn, we hebben aan Augustijn enorm veel te danken. Op de brouwerij van Steenbergen, of mijn grootvader Jozef van Steenbergen, niet gestart of het contact gelegd met de paters Augustijn, was er waarschijnlijk weinig kans op overleven. En is dan vooral professor Jeremanis, die een type wildgist meegebracht heeft naar de brouwerij. En die de Augustijn zo typisch maakt. Augustijn is ook verschillend van alle andere abdijbieren. Ja. Wij proberen het ook te profileren als een kloosterbier. Maar het is zo typisch. Het is een bier die 4 maanden tijd nodig heeft om echt op zijn volle smaak te komen. En kent in zijn gamma geen gelijk. Hoog tijd om te proeven. Niet ver van de brouwerij in het prachtige Meetjesland staat de Bierkamer, een speciale bierencafé. Eindelijk het belangrijkste moment van de dag. Eigenlijk wel, hè. Het proeven. Eigenlijk wel. Ik ben eens benieuwd. Ja, Augustijn. Maar je noemt het gewoon Augustijn, hè? Niet Augustijn Trippel of nee, Augustijn. Ben, gezondheid. Cheers. Dit bier is nu ongeveer 6 maanden oud. En Augustijn heeft dat dus wel degelijk nodig. Hè. Augustijn is pas Augustijn na 4 maanden. Heeft toch iets te maken met die wilde gisteren? Ja, die doet pas zijn werk na... En die zorgen voor een lichte verzuring? Heel verzuring fijn. Zou ik niet echt zeggen, maar dat geeft zo'n aparte toets in het bier die toch vrij uniek is voor ons bier. Gezondheid. Op de paters. Op de Augustijn. Daar gaan we straks naartoe. Hoor. Daar gaan we straks naartoe, ja. We worden daar verwacht. Dan weet ik dat Pater Paul komt. Dat is je opkomst. Pater Paul. Dag meneer Jeff. Wat plezier van u nog een keer te zien. Dat is goed. Mag ik je voorstellen, Ben? Dag Pater. Dag Ben. Pater Paul, het is een bijzonder voorrecht om hier in een van de oudste bibliotheken van Gent de Augustijn te mogen proeven. Wat betekent dit bier voor uw klooster? Wel, dat bier staat voor de kwaliteit van het klooster, hè. Aangezien hier zoveel eeuwen, we zijn hier meer dan 700 jaar in het Gentse. En deze gebouwen, de meeste zijn van de 17e eeuw. Maar we zijn hier al veel langer en dus geleidelijk aan heeft dat zich aangepast. Nu, het bier zelf is van zo'n goede smaak dat het ook de eeuwen kan trotseren. En terzelfde tijd zorgt dat er een hele goede gezondheid is voor de paters. Onze oudste hier, dat er een teken van is, is onder de 1 jaar. Dus dat is de moeite om zo'n bier te drinken. Dat denk ik ook. Gezondheid. Cheers. Gezondheid. In de biercorner van een gespecialiseerde winkel haal ik mijn Augustijn op. Ik vind er de mooie, kleurrijke flessen en ik ben toch wel eens benieuwd wat Jan hierbij gaat klaarmaken. Ik ben een klein beetje op het tapa-idee gegaan. Niet zo uitgebreid en niet het Spaanse idee dat het uitgeschept wordt aan de toog, maar kleine hapjes waarbij je zegt, oké, daar moeten we ergens een huwelijk vinden tussen Gende en tussen Augustijn. Oké. Ham wordt traditioneel hier te landen toch altijd flieterdun gesneden. Ik heb eens geprobeerd, zo'n gandaham, als je het vet niet meesnijdt, dat heb ik er even afgepareerd, zoals ze zeggen, en dan in het vlees zelf een beetje snijdt op het idee van een serranoham, van een Spaanse Iberico, dat is niet slecht. Dat zijn de echte kleine... Hompjes is het verkeerde woord. Kleine, dikke stukjes ham die we erop afgesneden hebben. Een beetje dille erbij. We maken een tweede hapje. In feite 2 maal ganda, niet echt 2 maal ganda. Verse geitenkaas Le Larry van dezelfde groep, een ganda. Prachtige geitenkaas. We gaan die gebruiken in combinatie met de ganda ham.
We gaan die een beetje aanmaken. Heel klein beetje room erbij, maar een lichte room. Alleen om het een beetje, vloeibaarder te maken. Klein beetje accentueren met peper en zout. Een beetje platte peterselie erbij. En ons derde tappetje, Jan? Volgende tappetje. Zachte pepers. Dat zijn pepers die totaal zo rauw te eten zijn. Je hoeft daar niks speciaal niet meer aan te doen, dus we gaan die wel fijn versnijden. We doen daar een paar kappertjes bij. Ik gebruik graag de vrij grote, niet echte appelkappers, maar de maat minder. Ik vind dat wel lekker. We gaan die in slierten snijden. Julien. Een beetje een klein beetje sherry. Zo, poivronslaatje met ganda aan. Laatste hapje, erg Vlaams witlof. Mooi warm, een beetje gebakken witlof. Ik heb dat ondertussen even aangebakken. Gewoon even gestoofd, fijn gesneden witlof. Doen daar een klein beetje peper en zout op. Heel klein beetje kruiden zijn, niet te veel. Witlof is ook een van die groenten waar je echt heel veel kanten mee op kunt. En dan gaan we een beetje losjes uit de hand, met een goede scherpe trancheur, daarna kleine reepjes snijden. Klaar voor de moment supreme, Jan? Dubbel opgave. Ik ben ervan overtuigd dat dit bier bij al die hapjes heel mooi gaat combineren. Ja, heel mooi schuim. Een mooi schuim, ook een beetje amberkleur, eerder blond amber. Vrij pétillant ook. Ja, mooie geur, hè? Heel mooie geur. Hè? Echt een brouwersbier. Ja. Dat is toe. Dat vind ik al schitterend met dat ijsje. Ja, en dat bier heeft echt veel smaken. Maar is ook nodig, want de gandaham is ook wel vrij pittig. We zitten in doortreffende smaken. Hè? Un ration de jamon con pimiento. Ik vind in elk geval dat de kaas en de ham zeer goed samengaan. Ik begin die mensen te snappen. En dan eindigen met toch een typisch Vlaamse wijze. Ja, dat is wel bij ons. Hè. En ook wat dikker gesneden ham erop. Dan het bier proeven, dat is ook een bittertje. Hè. Zo'n mooie, eenvoudige combinaties. Ja. Daar kan geen feest mee stuk nog. Hè. Volgende week combineren we gehaktballetjes met krieken en Marit Soublant.